Welkom bij het programma De Nieuwe Raad. Zo, in dit programma besteden we aandacht aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen hier in Hilversum. Nou, dit is de vijfde en ook de laatste aflevering, die gaat over de pitch. Want vandaag krijgen alle lijsttrekkers nog één keer de kans om zich van hun allerbeste kant te laten zien. Ze mogen namelijk een pitch houden van 2 minuten. En daarin moeten ze 1 onderwerp behandelen dat wij hebben aangedragen. En dat gaat over de problematiek rondom de Johan Gerardsweg. De VVD in Hilversum heeft de afgelopen jaren heel veel voor onze mooie gemeente gedaan. We hebben plannen voor een prachtig nieuw stationsgebied. De duurzame woonwijk Krijlo gaat ontwikkeld worden. De spoorzone in Hilversum-Oost, in het postcodegebied 1221, gaat een enorme facelift krijgen en gaat er enorm op vooruit. Maar er is ook een heleboel aandacht voor realistische duurzaamheid. Meer focus op isolatie van woningen en minder focus op symboolpolitiek, zoals bijvoorbeeld het isoleren van het raadhuis. En daar willen we mee doorgaan. De VVD Hilversum wil graag doorgaan met het mooier en bruisender maken van Hilversum. Dat doen we onder andere door te investeren in cultuur, door te investeren in meer evenementen, door te gaan met realistisch groen beleid en realistisch duurzaamheidsbeleid. We vinden het ook heel belangrijk dat er aandacht is voor het verkeer. We vinden dat het goed is dat er heel veel ruimte is voor verkeersveiligheid en dat er veel ruimte is voor de fiets. De fiets als het kan, de auto als het moet. En daarbij spelen 2 belangrijke bottlenecks een grote rol. De Diependaalse Laan en de Johan Gerardsweg. En voor de Johan Gerardsweg hebben wij een hele duidelijke oplossing. Wij vinden dat de Johan Gerardsweg ontlast moet worden door het Erfgooierstraat te gaan gebruiken als ontsluiting van het mediapark. Daar is ruimte, dat gaat niet ten koste van de natuur. En op die manier kunnen we dat grote mediapark, belangrijke werkgever van Hilversum, toch goed ontsluiten en wordt de leefbaarheid op de Johan Gerardsweg een stuk beter. De Partij van de Arbeid heeft als slogan voor de verkiezingen thuis in je wijk. Iedereen wil zich thuis kunnen voelen in de wijk. En helaas is in Hilversum de ongelijkheid tussen Hilversummers en ook tussen verschillende wijken best wel groot. Onder andere, we zien gewoon dat er wijken zijn die versteend raken, die verstedelijken. We zien dat er wijken zijn die prachtig groen zijn en ruim. Wij willen dat we als Partij van de Arbeid en als Hilversum ook gaan werken aan het verbeteren van die wijken. Een van die wijken die druk ervaart is onder andere rond de Johannes Gerardsweg. Daar is natuurlijk heel erg veel verkeer. De Partij van de Arbeid wil graag de totaalheid aan autoverkeer in Hilversum verminderen. Wat wij niet willen is de verkeersproblematiek afwentelen op een andere wijk, zodat we het ergens anders gaan schuiven. Dus we zijn tegen het verbreden of verstevigen van bijvoorbeeld de Erfgooierstraatweg. We vinden dat die wijk niet belast moet worden ten straffe van de Johannes Gerardsweg. Wat wij wel vinden is dat we het totale autoverkeer willen ontmoedigen door heel erg sterk in te zetten op openbaar vervoer. Door transferia aan te leggen met pendelbusjes, zodat je je auto niet per se door de stad hoeft te rijden als je gewoon naar het centrum wil. En dat is waarom je Partij van de Arbeid moet stemmen op 16 maart 2020. Ja, waarom zou je moeten stemmen op GroenLinks in maart? Het allerbelangrijkste wat uit allerlei onderzoeken blijkt is dat mensen wonen en groen superbelangrijk vinden. Nou, dat komt goed uit, want dat vindt GroenLinks ook. De afgelopen jaren hebben we ons hard gemaakt voor veel bouwen en dat is ook gelukt. Op heel veel plekken wordt er veel gebouwd. Niet zomaar gebouwd. We willen kijken naar hoogbouw. Dat is voor ons zeker niet uitgesloten. En kijken naar tegelijkertijd kwaliteit van de openbare ruimte. Groen, er moet voldoende ruimte zijn en blijven om te blijven spelen. En mensen moeten zich er veilig in voelen. Nou, als je natuurlijk zegt dat GroenLinks ook is voor meer inwoners in Hilversum, dan moet je ook nadenken over verkeersbewegingen. Sommige mensen vinden dat je met de auto heel erg veel vaststaat in Hilversum. Misschien is dat ook zo. Maar als we kijken naar de geschiedenis van Hilversum, wat vroeger een schapendorp was, dan is de infrastructuur van Hilversum ook niet geschikt voor zoveel auto's. Meer asfalt leggen, dat vinden wij niet de oplossing. Wat is wel de oplossing? Zorgen dat de binnenring in elk geval beter bereikbaar en veiliger is voor voetgangers en fietsers. Voor de ring, waar veel over geklaagd wordt, maar wat ik ook altijd heel erg relatief vind, en ik sta vaak daar ook, maar ik kom altijd Hilversum in en uit, is 30 kilometer een goede oplossing. Dat geldt voor zowel de Johannes Gerardsweg, maar ook voor de Diependaalse Laan. Dan kan je in elk geval doorrijden en dan weet je beter wanneer je thuis bent, sta je minder vast. Een andere reden waarom je op GroenLinks zou moeten kiezen, is omdat we heel erg kiezen voor onderlinge solidariteit. Zorgen dat de hulp daar komt waar het nodig is.
En vooral daar in sociaal-economisch zwakke wijken. Nou, Hart voor Hilversum heeft een duidelijk verkiezingsprogramma en heeft daar ook 15 speerpunten in benoemd. Dat gaat van meer sociale huurwoningen en meer betaalbare woningen, ook middenhuur. Maar wel met een grens, dus niet ongebreidelde groei. Daar zijn we niet van. Stapsgewijs en in goede afstemming met de buurt. Daar hebben we goede voorbeelden van. Zoals bij Hunkemuller is het met goede afstemming met de buurt een goed plan gekomen. We hebben daar ook minder goede voorbeelden van. Zoals op het Arenapark, waar nu een plan ligt om 1100 woningen bij te voegen op het eigenlijk bestaande kantorenpark. Dat vinden wij veel te veel. En daar is ook in de laatste fase slecht geparticipeerd met de inwoners al daar. Dus zo zie je, we trekken altijd de mening van de inwoners en van de buurt bij onze afweging. Dat maakt een Hart voor Hilversum speciaal. En dan hebben we bijvoorbeeld de problematiek op de Johannes Gerardslaan, waar heel veel verkeer staat, wat door moet, maar wat ook naar het Mediapark gaat. Een idee wat wij daarvoor gelanceerd hebben is het park and bike idee. Wat wil dat zeggen? Je parkeert je auto bij de snelweg, bij de PNR Krylo. En je pakt daar een deelfiets en je fietst over de hei naar het Mediapark. En we hebben deze keer ook gezegd, we willen daar ook wel een elektrische shuttle, een zelfrijdend panoramabusje waarmee je over de hei naar het Mediapark rijdt. Het is nieuw, het is innovatief, maar het idee is ook weer simpel. Je parkeert de auto daar waar je moet, waar je kan parkeren en doe het laatste stukje met de fiets of met het busje. ChristenUnie vindt drie speerpunten heel belangrijk. Als eerste dat we een betrouwbare overheid zijn, dat we eerlijk zijn. Afspraak is afspraak. En dat inwoners van Hilversum op een goede manier betrokken worden bij de besluitvorming. Het tweede punt wat we heel belangrijk vinden is voor elkaar zorgen. Dat betekent dat we omzien naar mensen die het moeilijk hebben en ook steun daarvoor aanbieden. Die van voldoende kwaliteit. Het derde wat we heel erg belangrijk vinden is dat we ook zorgen voor de toekomst. Bijvoorbeeld dat we groener willen worden en dat we ons voorbereiden op een veranderend klimaat. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Johannes Gerardsweg. We vinden het heel belangrijk dat daar juist ook de voetganger en de fietser voorrang krijgen. We willen dat het vervoer in Hilversum verduurzaamt. Als we steeds maar weer de auto voorrang geven, dan zijn we bang dat we juist het tegenovergestelde bewerkstelligen en dat het steeds drukker gaat worden en steeds onveiliger op de Johannes Gerardsweg. Dat willen we gaan veranderen. We willen het gaan omdraaien. Geef nu eens de fietser de ruimte en zorg dat Hilversum een fietsstad wordt in 2030. Stem daarom op de ChristenUnie voor een betrouwbare overheid, voor elkaar zorgen en voor de toekomst zorgen. Hilversum wordt steeds bruisender en levendiger. En dat komt onder andere omdat D66 al een aantal jaren in de coalitie zit. Voor de komende jaren wil D66 insteken op duurzaamheid, meer woningen en kansengelijkheid voor iedereen. Die kansengelijkheid die gaat met name over goed onderwijs. Die woningen die gaan met name over goede stadsontwikkeling. En bij goede stadsontwikkeling hoort ook mobiliteit. De afgelopen periode is binnen mijn portefeuille de mobiliteitsvisie vastgesteld. En een van de heikele punten daarin is de Johannes Gerardsweg. Ik ben al geruime tijd met de bewoners van de Johannes Gerardsweg op weg, letterlijk, hè, om te zoeken naar oplossingen voor de Johannes Gerardsweg. En die duurzaamheid en die leefbaarheid die staan daarbij centraal. Een van de mogelijkheden is om te kijken naar een andere verbinding of naar andere mogelijkheden van vervoer in Hilversum. En we moeten kijken wat daaruit komt. De onderzoeken lopen nu. En ook daarmee zijn we niet alleen met de bewoners van de Johannes Gerardsweg, maar ook met andere omwonenden van Hilversum op pad om daar die oplossingen voor te maken. Tot slot hebben wij ook de duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En daar willen we gaan verduurzamen op bestaande woningen en gebouwen, maar ook duurzame nieuwbouw plegen zonder het groen om de ring van Hilversum aan te tasten. En dat zijn de korte punten van D66. De SP in Hilversum wil Hilversum laten groeien. Ja, wie wil dat nou niet? Maar wat is groei eigenlijk?
Groei is voor de SP niet alleen maar meer steen, meer asfalt, meer beton. Ja, natuurlijk, wij willen ook meer woningen. Woningen voor studenten, voor pas afgestudeerden, voor starters. Hè? Wij willen gewoon minimaal 40% sociale huurwoningen. Maar groei is voor ons veel meer. Groei betekent voor ons voorrang voor de fietsers in Hilversum. Voorrang voor het openbaar vervoer. Meer groen in Hilversum. Dat vinden we heel belangrijk. Groei betekent voor ons ook in de wijken voorzieningen. Voorzieningen als een bibliotheek in veel wijken. Een huisarts, wat gewoon essentieel is. Dat vinden we heel belangrijk. Groei betekent voor ons ook vooral dat alle Hilversummers weer mee kunnen doen. Wij wonen best in een rijke gemeente. En dan is het eigenlijk te gek voor woorden, vinden wij, dat er 2 voedselbanken nodig zijn in Hilversum. Wij zouden eigenlijk aan willen streven, en dat willen we echt bereiken de komende tijd, dat er in eerste instantie minder mensen gebruik maken van die voedselbanken. En eigenlijk moeten ze gewoon helemaal weg. We staan straks voor verkiezingen, voor een keuze. En wat kiezen we? Kiezen we voor een grootstedelijk, dichtslippend Hilversum? Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Johan Gerardsweg. Als je Hilversum steeds meer gaat vergroten en steeds meer gaat volgooien met huizen, en juist ook in dat deel van Hilversum, wat toch al zo ontzettend druk bevolkt is, dan kun je erop wachten dat mensen die langs die wegen wonen, boos zijn. En die mensen voelen zich niet serieus genomen. Wij willen, en wij hebben dat altijd al gedaan, wij willen met die mensen in gesprek. En we zijn ook al met die mensen in gesprek. En wij willen gewoon dat Hilversum niet zo enorm verstedelijkt. Wij willen dus die andere keuze maken. Hilversum als een groen dorp, als een sociaal dorp, als een tuindorp. Ik zou zeggen, strijd met ons mee. Groei met ons mee. Stem SP. Wij vinden het belangrijk om het behoud van onze mooie groene tuinstad te behouden. En daarom willen wij niet verder bouwen in Hilversum. Wij willen het liefst bouwen binnen bestaande stenen. Leegstaande panden, leegstaande winkels. Wat ons betreft mogen scholen wel aan de rand van de natuur. Zodat kinderen leren met de natuur één te zijn. Waarom we het ook belangrijk vinden om niet meer te bouwen, omdat we al moeilijk bereikbaar zijn in Hilversum. We hebben gewoon een bepaald wegennet wat smal is. Dus hoe meer er gebouwd gaat worden, hoe meer dat wegennet wordt belast, gaat ook ten koste van ons groen en de openbare ruimte. We willen veranderen op het woongebied. Gewoon veel meer kijken naar andere woonvormen. Er zijn zoveel jonge mensen, starters of gescheiden mensen of daklozen die woning nodig hebben. Wij willen daar snel op anticiperen, ad hoc beleid. En als ik het dan toch heb over die weinig of die nauwe straten, slecht bereikbaar, dan kom ik nu op de Johan Gerardsweg. Dat is echt zo'n knelpunt in Hilversum. En dat is echt een slopend iets al jarenlang. Het is een hele belangrijke verkeersader. En de bewoners hebben vaak groepen opgericht. En dan heb je het weer over dat wij de expertise van de bewoners zo belangrijk vinden dat we daar als gemeentebestuur naar moeten luisteren. Deze klankbordgroep van de Johan Gerardsweg heeft fantastische plannen opgezet. Heel veel punten aangedragen. En dan kiest het college 2 punten die eigenlijk, ja, waar de bewoners niet blij van worden. Dus luister naar bewoners, dat vinden wij belangrijk. Allereerst wil ik me richten tot alle Hilversummers. Ga stemmen. Breng je stem uit. Politiek is te belangrijk om je niet mee te bemoeien. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar kunnen zien. En daarom vindt het CDA Hilversum het ontzettend belangrijk dat we besturen met hoofd en met je hart. Dat je luistert naar je inwoners en dat je eerst in gesprek gaat voordat je beleid gaat maken. Wat we ook ontzettend belangrijk vinden is dat er iets wordt gedaan aan de grote eenzaamheid in ons dorp. Ruim 1 op de 9 Hilversummers voelt zich ernstig eenzaam. Dat zijn 10.000 Hilversummers. Wij vinden het daarom belangrijk dat bij ons is het wij daarom belangrijker dan het ik. En daar gaan we beleid op maken. We vinden het heel belangrijk dat we goede voorouders zijn. Dat we de aarde doorgeven aan toekomstige generaties. En daarom investeren we in groen en we beschermen en koesteren de hei. Maar dat betekent ook dat we geen voorstander zijn van hoogbouw. We willen de unieke eigenschappen van de tuinstad bewaken. Waar we wel voorstander van zijn, is dat we bouwen voor met name Hilversummers en mensen met cruciale beroepen. Het is belangrijk dat zij ook een plek krijgen om te wonen. Wat we ook heel erg belangrijk vinden, is dat de fiets prioriteit krijgt. En dat zegt ook wel veel hoe wij kijken tegen een verkeersproblematiek in Hilversum. Op dit moment
zijn er te weinig maatregelen genomen de afgelopen periode om grote problemen op te lossen of in ieder geval goed te onderzoeken. En voor de Johan Geerdersweg geldt eigenlijk hetzelfde. De kleine spoorbomen worden afgesloten terwijl er nog geen oplossing in zicht is. En dat is lastig. Wat het CDA betreft gaan we heel snel een oplossing bedenken voor de Johan Geerdersweg. En dat gaan we snel doen. Ik hoop dat ik op uw steun kan rekenen. Dank u wel. Beste Hilversummers, de tuinstad in balans, dat is waar Democraten Hilversum grote waarde aan hecht. Dus wat wij willen is dat Hilversum een gemiddeld grote gemeente blijft en groeit tot ongeveer 100.000 inwoners. Dat is dus niet het grootstedelijke concept dat nu door veel partijen die de coalitie steunen wordt nagestreefd. Want dat gaat ver over de 100.000 heen. En wat je dan krijgt is een grootstedelijke problematiek. Je krijgt namelijk ook nog meer verkeer. En dat zal met name de mensen aanspreken die op de Johan Gerardsweg wonen, waar de verkeersproblematiek op dit moment al tot grote overlast leidt. En het zal ook geen oplossing zijn om dan de verkeersstroom te verleggen, bijvoorbeeld naar de Erfgooierstraat, want dan krijg je op de Erfgooierstraat een probleem. Je zult meer fundamentele oplossingen moeten bedenken. Dat is aan de ene kant is dat meer het stimuleren van het openbaar vervoer. Dat doe je bijvoorbeeld door goede verkeersmanagementafspraken te maken, bijvoorbeeld met het Mediapark. Maar vooral ook om de groei van de gemeente veel meer in balans te houden. Stem op Democraten Hilversum bij de komende verkiezingen. Dank u wel. Belang van Nederland, BVNL, is voor verandering. Hilversum moet een aantrekkelijke en veilige gemeente worden om in te wonen, werken en recreëren. BVNL wil daarbij meer inspraak van eigen inwoners en ondernemers, maar ook uit die van randgemeenten, want wij zijn onomstotelijk met elkaar verbonden en is betrokkenheid en samenwerking ontzettend belangrijk. Wij willen dit dan ook graag doen uit hoofd, hart en ziel. Daarbij moet gekeken worden naar de woningmarkt, er moet gekeken worden naar doorstroming in het verkeer en er moet gekeken worden naar hoe wij cultuur en erfgoed weer samen kunnen brengen en dat Hilversum gewoon weer mooi, fijn en gezellig wordt, waarbij je trots kan zijn op een dorp met karakter en een stad die bruist. Kwestie Johan Gerardsweg. Meer stilstaan dan kunnen rijden kan natuurlijk nooit een oplossing zijn voor Hilversum. Hilversum moet gaan kijken hoe we onze wegen weer optimaal kunnen benutten. Kijken hoe de doorstroming beter wordt en hoe we met huidige situaties misschien ook terug kunnen naar oude situaties door enkel alleen maar te kijken om nieuwe wegen te gaan bouwen. Waarom stemmen op Hilversums Lokaal Belang? Lokale partij betekent dat we de belangen behartigen van de lokale mensen. We doen dat onafhankelijk. Onafhankelijk van een landelijke partij, een landelijke stroming of wat dan ook. Wij hebben 5 speerpunten en die zijn als volgt. We zorgen voor een goede armoedebestrijding in Hilversum. We bezuinigen dus niet op de zorg. We willen dat 50% van alle nieuwbouw voor sociale woningbouw is. We willen geen indexatie van de OZB. En we willen zeker geen fusie met Weidemeren of een Gooistad. En voor de handhaving hebben wij het vooral gezien op extra inzet van BOA's. Wat is er nog meer van belang? Dat Hilversum een prachtig groen tuindorp is en blijft. Dan zitten we met de problematiek van hoe doen we dat dan met wonen en werken? Hoe doen we dat dan met het naar wonen en naar werken toe gaan? We kennen natuurlijk allemaal de situatie dat Hilversum een drama is om in rond te rijden. Op de fiets zou dat goed gaan, het verkeer met de auto is rampzalig. Er wordt door velen gesproken over een weg over de hei, een weg onder de hei. Allemaal met het idee om meer bereikbaarheid van Hilversum te genereren. Wat we nu al zien in de afgelopen maanden, jaren, is met name dat rondom de Johan Gerardsweg bewoners zich heel erg en terecht druk maken over de situatie zoals die nu is ontstaan met heel veel files, heel veel opstoppingen en eigenlijk geen directe oplossing. Waar wij voor kiezen is om geen weg over de hei te realiseren, ook niet onder de hei, maar even heel goed na te denken van hebben wij al deze verkeersstromen eigenlijk wel nodig? Zouden we niet moeten gaan kijken naar een manier waarop we bijvoorbeeld de Johan Gerardsweg zoveel mogelijk kunnen vrijhouden van extra verkeer? En dat betekent parkeerplaatsen aanleggen buiten de ring, zorgen dat er een goede busverbinding is
En dat uiteindelijk de bewoners van Hilversum beter in hun tuindorp kunnen blijven wonen. Bedankt voor het kijken naar al deze afleveringen van De Nieuwe Raad. We bedanken uiteraard ook alle lijsttrekkers die hebben meegewerkt aan dit programma. We hopen vooral dat u thuis er iets aan heeft gehad en dat u inmiddels weet op welke partij u gaat stemmen. Ga vooral stemmen, want elke stem telt. Misschien tot over 4 jaar.